Op 15 oktober was het dan eindelijk zover. Na een lange voorbereiding werd de funrun gehouden. Het evenemententerrein werd volop gebruikt voor de grote feesttent en de vele hindernissen. Het parcours van 5 kilometer hadden de bedenkers uitgezet. Iedereen kende iemand die meedeed, maar niet iedereen kende elkaar. En de organisatie was in handen van jonge, ondernemende mensen met verschillende kwaliteiten en achtergronden. Maar wel één gezamenlijk doel. Geen wat bakel in beweging. En dat is gelukt. Dat kan ik wel. Zoals met de meeste ideeën wat er is, maar zeker de goede ideeën, die ontstaan vaak aan de bak. In dit geval waren er wel mensen die liepen rond voor een zeskamp. En er waren mensen die misten een dorpsfeest in de gemeente. En dan is een goed gesprek aan de bak met koffie en bier bij een van zo'n evenement. En hoeveel teams hebben zich aangemeld voor vandaag? Redelijk. Er zijn 212 teams aan de hoofd, nu wel 622 deelnemers. Verspreid op teams van 4 tot maximaal 7 personen. Zijn dit alleen volwassenen of ook kinderen? Nee, we hebben vanmorgen van 10 tot 11 een kidsroom gehad. Die mochten allemaal individueel voor een uurtje van eigen gang gaan op een deel van het parcours. En vanaf 11 uur de volwassenen. Oké, en voldoet het al een beetje aan jullie verwachtingen? Het overtreft zelfs wel wat verwachtingen. Er zijn natuurlijk altijd nog wel wat puntjes, maar dat komt niet aan weer. Maar mensen zijn enthousiast, het weer werkt nog redelijk mee. Dus ja, dat is eigenlijk al meer als we eigenlijk op hadden gedacht. Ja. Zijn er ook prijzen te winnen? Ja, zeker. Wij hebben sowieso niet de waarde aan de snelste tijd, maar juist die het leukste meedoet. Dit niet voor niks een funrun. De eerste prijs is de puntpak de Wisselbeker, inclusief uiteraard van 54 de Zunsbonden van de Afterparty. De tweede prijs is de Sportpoint Gamer Team Challenge Award. Dat is degene die het snelstijd hebben en gezamenlijk over het parcours zijn gegaan. En dan hebben we nog een packprijs. En die krijgen we de kans voor volgend jaar. Ja, ik vind het echt super leuk dat we nou de eerste editie hebben van de Fun Run in Gemert. Ik zelf ga ook meedoen om 4 uur. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd en ik wens natuurlijk alle teams vandaag heel veel succes. Fantastisch, wederom een fantastisch sportmoment hier in Gemert. Na de Cityrun, na de Timbersports binnen Luxe Kampioenschappen, na een fantastisch beachvolleybaltoernooi. Volgens mij beginnen we bijna Gemert, sporthoofdstad van de Peel, echt eer aan te doen. En ik vind het prima. Laat het maar gebeuren. Laat er vooral nog meer van dit soort mooie activiteiten bij komen. En nodig dan vooral ons samen weer uit om ze te openen. En hoe dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar volgens mij moet het nou gaan gebeuren. Ik denk het ook. Volgende keer doe je zelf mee. Ja, dat is in ieder geval afgesproken. Ja, dames en heren, je ziet hier een team van 3 staan. Ze waren eigenlijk met 6, alleen er waren. Ja, je moet wel aan die kisten gaan staan, dat mag wel. Lukt het? Ja. Hey. Stel nog even verder, Mark. Waar moeten we nou, chef?
Wie is er al onder de ogen? Ik sta op film. Is dit het moeilijkste onderdeel wat je tot nu toe gedaan hebt? Ja, ik heb hoogtevrees. Dat is voor mij veel te hoog. Dat is het moeilijkste wat ik heb gehad, ja. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat kei goed. We doen het goed. Isolatie.com nummer 1, blijft ook nummer 1. Dus we doen ons best om een mooie plek te behalen. Hè? Gaan jullie winnen? Denk het wel. Als we het zo doorgaan, dan gaan we winnen, ja. Dus u gaat zich volgend jaar niet aanmelden voor de funrun? Nee, ik doe wel coachen. Daar ben ik beter in. Ja, je moet je eigen kwaliteit kennen. Ja. En hoe was het? Ja, super. Erg leuk. Leuk om te doen. Fixed, hè? Ja, nee, super leuk. Mooi parcours. Goede organisatie. Fantastisch evenement. Echt. Hoe hebben jullie als organisatie dit evenement mogelijk kunnen maken? Nou, er is een lange weg aan vooraf gegaan. En dat begon gewoon met een idee dat we vonden dat er iets georganiseerd moest worden in Gemert. Iets wat bindend is en iets wat echt een dorpsfeest zou moeten worden. Want dat hadden we eigenlijk niet meer. Vervolgens is er een idee en is er een groep met ondernemende mensen, jonge ondernemers. En die zijn maandenlang aan de slag geweest, hebben op andere plaatsen gekeken. Hebben hun eigen kennis en expertise ingezet om dit voor elkaar te krijgen. En is het geworden wat jullie ervan verwacht hadden? Ja, het is zelfs boven verwachting als je nu rondkijkt. Dat is heel indrukwekkend. Meer dan 600 deelnemers. Vrijwilligers, de een wat gekker dan de ander zoals je ziet. ik denk dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Dus volgend jaar een tweede editie? Ja, ik denk dat je daar wel van kunt uitgaan, ja. En zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja! We gaan 3 prijzen uitreiken, Tim. We gaan 3 prijzen inderdaad uitreiken. We gaan de poedelprijzen uitreiken. We gaan een prijs uitreiken voor het team met de snelste tijd. En we gaan natuurlijk onze Fun Factor Award. Hier hebben we hem. Hey, maar Tim, de Fun Factor Award, wat betekent dat eigenlijk? Dat is de wisselbeker. Die dient u natuurlijk volgend jaar wel weer mee terug te nemen. Maar dit is de prijs, omdat wij als Fun Run wel staan voor de fun. En natuurlijk ook wel voor die run. Maar humor staat bij ons hoog in het vaandel. Zo is het. En dan mag je volgend jaar voor niks meedoen, toch? En ik zou zeggen, Tim, jij mag hem weer uitspreken. Want jij bent toch eigenlijk de master van Disaster. DJ, let u op. De winnaar van de poedelprijs van de Fun Run 2016. Dashing! Ik heb ze eruit. Ik hoop dat ze gedoucht zijn. Dan mag een kusje wel. Plaats nummer 3. Tromgeroffel. Met 40 minuten en 29 honderdste is geëindigd. U zegt het maar. Hier vooraan. Proficiat, jongens. Proficiat. Nummer 2. De tweede prijs. Met een tijd van 40 minuten en 25 honderdste is geëindigd. Banaan! De eerste prijs is geworden door met 34 minuten en 32 seconden. Team Robert Brouwers. Kom maar naar voren. En jullie krijgen natuurlijk nog even wat. We gaan het funniest, het leukste team van deze middag, die gaan we naar voren halen. En de Fun Factor Award van de Fun Run 2016 is geworden. Gaat naar de dames van Willy's Harem.
Dames en heren, geef ze nogmaals een groot applaus. De dames van Willys Haren.